Waarschijnlijk gaan ze er gewoon uitkomen. Het is het niet waard voor de VVD ook om hier een kabinetscrisis over te laten ontstaan. Als dat gebeurt, stel je voor dat je verkiezingen krijgt, dan heb je maar een paar rechtspartijen waar je mee samen kan werken. Dat kunnen ze niet gebruiken. Nee, maar dat is het. Wat kan er dan ze schieten er niks meer op. Maar wat kan er nog wel gebeuren om dit kabinet te laten vallen? Dan op een gegeven moment... Nee, ze blijven tot in den treuren aan elkaar vasthouden. Dat bedoel ik, ja. Er is voor niemand op dit moment een reden om te denken, nou, nee, we stoppen er maar mee. Nee, alleen voor de oppositie is een verkiezing eigenlijk aantrekkelijk. Ja, voor Caroline van der Plas. Ja, die staat er geweldig voor. Hè? Met een van de grotere. Ja. Ongelooflijk. Wel ietsje minder, hoor, de laatste tijd. Dus is... Ja, maar dat kan zo weer. Het Remkes rapport heeft er een paar zeteltjes. Jawel, maar als je op dat soort partijen gaat stemmen, dan twijfel je heel erg. Dat zijn altijd de twijfelaars die een beetje alternatief willen stemmen. Ja, maar, ja... maar daar heb je niet zoveel aan, hè? Want Caroline is dag en nacht met die boeren bezig. En als je geen boer bent, heb je niet zoveel aan Caroline. Nou, dat is wel vrij kort door de bocht niet. Want Caroline houdt zich wel meer bezig met alleen met de boeren, hoor.